Stoffel van Doorn erkent dat de start van zijn eerste Formule 1-seizoen ondermaats was. De Belg van Claren kwam afgelopen seizoen door alle technische problemen slecht in zijn ritme. De 25-jarige van Doorn maakte afgelopen jaar zijn debuut. Maar waar hij bij alle vorige klasses gewend was mee te strijden om de zeges, werd hij bij hem Klaren veroordeeld tot achterhoede gevechten. Bovendien liet de Honda-krachtbron hem geregeld in de steek. Het was aanvankelijk zeker niet goed genoeg van mijn kant. Erkent hij bij motorsport.com. Het was natuurlijk ook pas mijn eerste seizoen. Omdat we constant problemen hadden, was het lastig om een band op te bouwen met het team en mijn engineers, na de Grand Prix van Spanje, waarvan Dorna door een crash uitviel. Nam de teamleiding maatregelen. Van Doorne moest zich inwoking in het zweet werken in de simulator om zijn rijstijl aan te passen. Resultaat in Monaco kwam het resultaten direct. Hij wist zich voor het eerst te scharen bij de beste tien coureurs in de kwalificatie en was vervolgens in Silverstone zijn teamgenoot Fernando Alonso de baas. Mede daardoor kreeg de Belg een nieuw contract. Dat zijn de belangrijkste momenten geweest van het seizoen. We hebben er toen alles uitgehaald en veel informatie verzameld. Alles viel daarna samen. Al dus van Doorne. Die afgelopen seizoen 13 punten pakte. McLaren rijd vanaf komend seizoen niet meer met Honda Motoren maar met die van Renault. Vandoorna durft nog geen verwachtingen uit te spreken. Maar we gaan zeker de goede kant op. Het hangt natuurlijk van de wintertests af. Dan zien we het wel. De eerste testdag staat voor 22 februari op het programma in Barcelona. Ruim een maand later is in Australië de eerste Grand Prix.